Welkom lieve watertekens, vandaag jullie reading. We gaan kijken naar jullie energie, de overall energie en dan per waterteken. Dus voor de schorpioenen, de kreeft en de vissen. Ik gebruik daarbij de Tarot Royale, de Soul Helper Oracle en dit is, ben ik even kwijt. Kan ik hem zien? Ja, ik zie het doosje. Believe in your own magic. Dat is dit deck. Welkom. Kijk eventjes of mijn manier van readen jou aanstaat. Ik ben een intuïtieve reader. Ik heb nog drie andere kanalen. Dus als je het leuk vindt om naar mijn readingen te kijken, dan kan je mijn andere drie kanalen hieronder vinden. Of als je zegt van, joh, ik wil graag een reading aanvragen, healing kan dat ook. Oh ja, belangrijke informatie. Voor december ben ik helemaal volgeboekt. En uiteraard ook voor november. Voor de jaarreadingen. Het enige wat je nog kan doen, er zijn beperkte aantal plekken in januari. Dus boek die als je die wil. En anders dan denk ik dat ik binnenkort moet melden dat ik vol zit. Dus wees er nog tijdig bij en anders, nou ja, dan komt het volgend jaar weer. Wat mogen wij weten voor de schorpioenen, de kreeft en de vissen? Wat mogen wij weten voor de schorpioen, de vis hoor ik, en de kreeft? Oké. Nou, we gaan eerst eens even kijken wat de overall energie is. Kaart 34 maakt 7. 7 staat voor de connectie met het goddelijke, het universum, de kosmos. Een bepaalde reis die je gaat ondernemen. You already have all the answers. Dus volg je innerlijke kompas. Welke kant, welke route, wat de beste keuzes zijn, dus volg daarbij je intuïtie. En onderaan dit deck heb ik kaart 6, staat voor liefde en zelfliefde. Your deepest desires constrain you. Kan zijn dat jouw diepste verlangens, dat die jou beperken. Let them go to clear your mind. Dus laat ze gaan om zuiver terug te gaan denken. Ik noem maar iets. Instinctief weet je van, met de feestdagen is het extra verleidelijk, want ik kom heel makkelijk aan, of ik wil op mijn dieet letten, of ik moet op mijn dieet letten als je bepaalde ziektes hebt. En je verlangen, hè, je deepest desire, je verlangen is om toch lekker te kunnen genieten met de feestdagen. En tegelijkertijd voel je daardoor ook gebonden, omdat je het idee hebt van, ja, als ik voor de verleiding ga, dan heb ik heerlijke feestdagen, maar dan moet ik daarna weer op de blaren zitten. Of ik hou me eraan, maar dan heb ik het gevoel dat ik mezelf tekort doe tijdens de dagen, tijdens die bijzondere dagen. Dus of het is met drank, of je hebt zoiets van, moet oppassen dat ik me niet laat verleiden, want ik heb diabetes, dus het moet allemaal goed gaan. Of het moeten gebakjes zijn of dingetjes zijn zonder suiker. Je voelt je beperkt door iets waar je naar verlangt. Het kan ook zijn dat je getrouwd bent of een connectie hebt en dat je ontzettend aangetrokken voelt tot iemand anders. En dat je daarin beperkt voelt, omdat je aan de ene kant heb je zoiets van, wauw, dit is mijn droompartner. En aan de andere kant heb je zoiets van, ja, maar het is nou een illusie, want die persoon heeft al iemand anders of ik heb al iemand anders. Dus wat het dan ook is, weet ik niet. Het ligt wel in de lijn der verleidingen.
Zo'n soortgelijke energie komen er ook bij de vuurtekens uit. Dat je op moet passen voor verleidingen. Dus als je bijvoorbeeld droog staat, dat je niet met de feestdagen te veel gaat drinken. Of als je geheel onthouder bent, dat je dan gaat drinken. Of anderszins. Misschien laat je wel verleiden door iemand een veeg uit de pan te geven. Omdat je niet zo goed met je familie door één deur kunt gaan. Weet ik het wat dat is. En dan hier met die reiskaart. Hè? Van laat je innerlijk kompas jou leiden. Dus ja, wees verstandig. Dat is wat ik voor je heb, in ieder geval op algemeen vlak. Mogen wij nog meer weten over You Already Have All The Answers? Dus diep van binnen weet je wel wat voor keuzes je kan maken. De Ridder van Bekers. Het heeft te maken met zelfliefde. Vaak het overeten, overdrinken heeft toch te maken met een gat opvullen of je niet tevreden voelen. De Koningin van Bekers. Liefde voelen voor een bepaald persoon, een bepaalde situatie, verleidingen die gevoelens of die hunkering, hè, als het gaat om eten bijvoorbeeld, die toch proberen te temmen met de krachtkaart, zodat je dus niet in de verleiding komt. Your deepest desires constrain you, nummer 6. En je wil een einde aanmaken, je wil het onder controle houden. En je wil het evenwicht behouden. Of je wil trouw en loyaal aan je partner zijn, kan ook. En toch ben je die verleidingen aan het manifesteren. Dus het kan zijn dat je in je hoofd denkt van oeh, feestdagen, dan zie ik dat lekker en dat lekker. Of daar een lekker wijntje bij en daar nog een likeurtje of cocktails of weet ik het. Of dat je je laat verleiden dat omdat het lekker eten en drinken is, dat je dan weer terugvalt met roken bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn zoveel voorbeelden. Jij weet vast wel wat voor jou van toepassing is. Wat mogen wij weten voor de schorpioen? Kaart 29. Maak 11, maak 2. 2 is keuzes maken. En feast, dus festiviteiten of festijn. In dit geval, slow down and celebrate yourself. Dus doe rustig aan en vier jezelf. Oftewel, ga nou niet met die feestdagen jezelf helemaal volproppen of voldrinken. Of nou ja, wat dan ook hè, niet zo goed is. Maar celebrate yourself. Ga jezelf vieren. Dus je mag wel een drankje bijvoorbeeld. Maar ga dan niet een hele fles wijn opdrinken op zo'n avond. Hè? Of als je een drankje doet, doe dan bijvoorbeeld niet een zoet likeurtje. Of als je iets lekkers eet, eet dan iets. Eet daarentegen bijvoorbeeld geen andere koolhydraten. Of nou ja, weet ik het. Ik noem ook maar wat. Maar in ieder geval probeer toch het te matigen. Dus je moet niet geheel onthouden. Minst dat natuurlijk absoluut. Mits je daar geen andere keuze in hebt. Als je ziek bent, dan kan je soms niet anders. Maar je mag het lijntje vieren, maar wel. Niet dat je helemaal losgaat, zeg maar. Daar gaat deze kaart over. En a partnership for the new age. It's time to welcome it. Dus het kan zijn dat je je heel erg verleidelijk of heel erg aangetrokken voelt tot een bepaald persoon. Misschien weet je dat die persoon al een relatie heeft. En dat je daarover aan het nadenken bent, gewoon aan het fantaseren bent. En misschien dat je zelfs aan het fantaseren bent van nou, misschien staat die persoon wel open voor een open relatie. Of misschien moet ik gewoon
kijken van hoe ver ik kom. Maar dat moet je niet doen. Je moet kijken van dat het niet ten koste van jezelf gaat. Daar gaat het om. Dat je toch, ondanks dat iets heel verleidelijk is, dat je zelf niet compleet los laat gaan. Daar gaat het eigenlijk over. We gaan er zo verder op inkijken. Wat mogen wij weten voor de kreeft? Oeh, mooie kaarten zijn het. De kreeft, de Evil Queen. Kaart 2, dus ook over besluitnemingen, keuzes maken. You deserve sugar, not salt. Dus het gaat meer over wat verdien ik. Je verdient suiker en geen zout. Dus pas op met besluiten nemen. Als jij je bijvoorbeeld laat verleiden door iemand. En je denkt, ja, die is zo super aantrekkelijk. Dat het niet bijvoorbeeld een one night stand is. En dat je de andere dag op de blaren moet zitten. Als je dat niet leuk vindt. Of dat als je een gebakje neemt, dat die wel suikervrij is. Bijvoorbeeld als je diabetes hebt. Of nou ja, weet ik het. Dan hebben we hier kaart 35, dus dat maakt 8. 8 staat voor werken, samenwerken, volg je visie. Never lose your sight of what is really important. En laat nooit los wat het allerbelangrijkste is. Dus wederom hier ook weer die rode draad van verlies jezelf niet in de situatie, in de persoon. Laat jezelf niet helemaal gaan. Dat je bijvoorbeeld jezelf laat verleiden dat als je gedronken hebt, dat je achter stuur gaat zitten. Want ja, dat kan niet alleen jezelf, maar ook anderen natuurlijk gevaar. En misschien boetes opleveren of erger nog, als je te veel op hebt. Wat het dan ook is, het gaat ook over verleidingen. Eigenlijk hetzelfde als bij de vuurtekens en ook natuurlijk bij de schorpioen. Mogen wij weten over de vissen? Kaart 8, werken en samenwerken. Wings, dus vleugels. You never needed those wings to fly. Dus je hebt het idee van dat je mogelijk jezelf beperkt. Terwijl dat door beperkende gedachten bijvoorbeeld, terwijl dat er heel veel mogelijkheden zijn. Geloof in jezelf. Je kunt het. En misschien is de verleiding juist dat je dan denkt dat je iets niet kan. Dat je jezelf niet genoeg vindt. Wat hebben we hier liggen? We hebben hier kaart 26. Dat is wederom 8. Dus hier ligt 8 en 8. The love of your dragon reaches out to you. Dus dit gaat over een verleiding. Iemand neemt contact met je op. Dat is iemand waar je je heel erg toe verleid voelt. The realm of your truth is opening up. Maar tegelijkertijd gaat je intuïtie gaat jou waarschuwen. Gaat aangeven van, nou, zou je dat nou wel doen? Want je hebt al iemand. Of zou je dat nou wel doen? Jij bent single, maar de ander niet. Of zou je dat nou wel doen? Het is te mooi om waar te zijn. Nou, wat het dan ook is. Wederom verleiding. Verleiding staat centraal. Wat mogen wij weten voor onze schorpioenen? Wat heb ik nog niet besproken? Wat mag ik weten voor de kreeften? Iets wat ik nog niet besproken heb of verdere verdiepingen over dit onderwerp. En wat mag ik weten voor de vissen? Ik zie je zo in de verlenging terug en anders bij een volgende reading. Namaste.